een hele goede middag vanuit Roswald in Oomen-Wallis. Het is vandaag 15 oktober, nu of 1 's middags. En sinds vanmorgen uur of 8 is het ook hier in Oomen-Wallis begonnen te sneeuwen. Gisteren nog een heerlijke wandeling gemaakt hier door de Wallische Alpen. Je hebt de foto's waarschijnlijk wel gezien in het weerbericht van vanmorgen. Ja, en zoals aangekondigd en geheel volgens verwachting zou het vanuit het zuiden gaan sneeuwen. Dat had te maken met een laag wat vanuit Zuid-Frankrijk naar de Golf van Genua en dan verder naar het oosten trekken. Dat stuurt die vochtige lucht weer tegen die Alpenzuidkant aan. En vooral in die oostelijke Alpen en die Alpenzuidkant, daar gaat behoorlijk wat sneeuw vallen. De komende 2 dagen kan er hier hogerop, boven de 1500 tot 2000 meter, zo'n halve meter sneeuw gaan bijvallen. Hier in Oberwallis zal dat staleffect wat minder zijn, ook wat minder sneeuw. Maar ja, zoals jullie zien, het is weer compleet winter geworden in een paar uur tijd. Temperatuur op dit moment min 1 graad en zoals altijd bij die zuidstouw geen wind hier. Ja, hoe gaat het verder? Dat hebben we natuurlijk ook vanmorgen in het weerbericht allemaal al uitvoerig kunnen lezen. Ja, tot en met in het weekend blijft het nog aan de koude kant. Er kan vooral vandaag, morgen en deels ook nog in het weekend zaterdag aan die noordkant, die noordoostelijke Alpenkant, nog wat sneeuw vallen, lage delen regen. Maar dan gaat het veranderen. Er komt een hoogaand, dat trekt over die Alpen naar het oosten weg. En dan gaat die stroming naar het zuidwesten draaien. En aan de voorkant van een hoogtetrog met een apart laag wat naar Engeland trekt, gaat dan hele zachte lucht tegen die Alpen aangestuurd worden. Dat stroomt er ook overheen. En door die toenemende drukgradiënt kreeg je dan ook nog weer eens föhn. Die lucht is van origine heel warm, die komt vanuit het Middellandse zeegebied. Ja, en dan gaan die temperaturen aan die noordkant van de Alpen gewoon omhoog naar een graad of 20 in de lagere delen. En ook in de bergen op 1500 meter wordt het voor de tijd van het jaar dan weer heel zacht. Hoe het dan verder gaat, het is nog een beetje afwachten. Modellen zijn nog steeds onzeker. Ik heb net nog eens even die laatste ensembles verwachtingen bekeken van het GFS-model, van het Europese model, het ECMWF. Ja, dan zie je toch een hoop onzekerheid vanaf pak een beetje medio volgende week. Er zijn wat koudere varianten, dat die hoogte toch langzaam doorschuift naar het oosten, dat we in die koudere lucht aan de achterkant komen. Maar andere oplossingen laten toch zien dat we steeds in die zuidwestelijke hoogtestroming blijven. En misschien wel met een soort westelijk zonaalstromingspatroon te maken gaan krijgen. Ja goed, het is nog maar oktober. En ze zeggen hier altijd in de bergen, zolang die naalden nog aan die lariksen zitten, zolang ze nog zo mooi geel zijn, dan moet er geen sneeuw vallen. Eerst die lariksnaalden, dan de sneeuw erop en dan kan die winter komen. Ja, dan hebben we ook alweer pak een beet begin december. Ja, ik ga het hier even verder vervolgen. Ik meld me natuurlijk nog als er nog meer sneeuw komt. Ik zou zeggen een hele fijne dag. Morgen een nieuw weerbericht. En blijf volgen, hè. Ciao vanuit Roswald in Oomen-Wallis.